Vindt u als redelijke Nederlander nu dat deze vastgoedondernemers terecht die belasting niet betalen? Wie vindt dat dat terecht is? Dit is zeer interessant. Wat kan een rechter doen tegen vrijgezelle vastgoedondernemers die een maas in de wet vinden? De Universiteit van Nederland presenteert rechtswetenschapper professor meester Roel Schutgens. Dames en heren, moet de rechter zich altijd strikt en precies aan de wet houden, ook als dat hele onrechtvaardige oplossingen zou opleveren? Nee, dat hoeft niet altijd. Ik wil u dat aan de hand van een voorbeeld laten zien. En ik heb met opzet een voorbeeld gekozen uit het belastingrecht. U lacht en dit is ongeveer de wijze waarop mijn studenten ook reageren op het belastingrecht. Dat is een vakgebied waar zij bij voorkeur met een grote boog omheen lopen. Daarom vond ik het leuk om hieruit een voorbeeld te kiezen, want dit is een fiscaal voorbeeld over twee slimme vastgoedondernemers die met elkaar een spannend belastingrechtelijk avontuurtje beleven. Wat is er aan de hand? Er zijn twee vastgoedondernemers. De een heeft 4 fraaie panden. De ander heeft 6 fraaie panden. En wat wil het geval? De een wil graag de 4 panden van de ander hebben en de ander wil die 6 panden van de een hebben. Dat is een mooie deal als ze die panden aan elkaar overdragen. Dus dat spreken ze af en dat willen ze graag doen. Maar het heeft 1 nadeel. Je moet, als je panden overdraagt, en deze zaak speelde in 2003, overdrachtsbelasting betalen. En in 2003 was dat nog 6%. Als je dus 10 panden van eigenaar laat wisselen, maal 6%, dan ben je tienduizenden euro's aan overdrachtsbelasting kwijt. En dat vonden die slimme vastgoedondernemers niet zo'n fijn idee. Er zijn 2 gelukkige omstandigheden. Ten eerste, ze hebben een hele gewiekste belastingadviseur. Ten tweede, ze zijn vrijgezel. Ze gaan naar de belastingadviseur en vragen: God, hoe kunnen wij nou dat voorkomen dat wij 10.000 euro's aan overdrachtsbelasting kwijt zijn? En die belastingadviseur die herinnert zich dan dat in de wet over de overdrachtsbelasting een hele bijzondere bepaling staat. Als u, dames en heren, een huis verwerft of koopt, dan moet u 6% overdrachtsbelasting betalen. Maar dat is niet het geval als u eigenaar wordt van een huis, doordat u trouwt. Onroerend goed dat u verwerft, door te trouwen, daarover betaalt u geen overdrachtsbelasting. En het mooie is, als het huwelijk dan niet werkt en u gaat uit elkaar en het huis wordt aan een van beide echte lieden toegedeeld, een tweede verwerving, betaalt u wederom 0 overdrachtsbelasting. Dat was natuurlijk mooi voor onze vastgoedondernemers. Op het kantoor, op 23 december, gingen zij opeens iets heel erg moois in elkaars ogen ontdekken. Ze hebben een geregistreerd partnerschap aangegaan, dames en heren. Op 23 december 2003 zijn ze snel bij de ambtenaar van de burgerstand in het geregistreerd partnerschapbootje gestapt. Ze hebben wel huwelijkse voorwaarden gemaakt. Toevallig zat er in de gemeenschap die ze hadden, de gemeenschap van goederen, daar zaten net precies 10 panden in. 4 van de een en 6 van de ander. De dag daarna, 24 december, de dag voor de kerst. Ik weet niet precies hoe het komt. Misschien dat het opzetten van de kerstboom, altijd een test voor iedere relatie, dat het ook bij hen niet goed liep. Maar in ieder geval, ze ontdekten een dag later al dat het misschien toch niet ging werken samen. Toen zijn ze weer naar de ambtenaar van de burgerstand gegaan en hebben het geregistreerd partnerschap laten ontbinden. En daarbij hebben ze de 6 panden van de ander verschoven naar de 1 en de 4 panden van de 1 verschoven naar de ander. Dames en heren, deze gewiekste vastgoedondernemers zijn op deze manier tienduizenden euro's
van overdrachtsbelasting hebben ze niet hoeven betalen. Dan wil ik weer even een experiment met u doen. Vindt u nou, en de vraag is niet, wat zou u beslissen als rechter of zoiets dergelijks? Nee, vindt u als redelijke Nederlander nu dat deze vastgoedondernemers terecht die belasting niet betalen? Wie vindt dat dat terecht is? Dit is zeer interessant. En wie vindt dat dat niet terecht is? Kijk, dat is een meerderheid, geen grote, maar ik schat ongeveer 2/3 van de redelijke Nederlanders vindt dat deze vorm van belastingontduiking niet terecht is. Nou, zoals ik u al zei, dit blok gaat over wat manieren om ongerechtvaardigde uitkomsten van precieze toepassing van de wet opzij te zetten. Ga ik even wat theorie met u behandelen. De rechter heeft verschillende escapes als de toepassing van de wet heel onredelijk lijkt uit te pakken. Een van die escapes is interpretatie. De rechter kan soms door de wet te interpreteren, de wet een beetje bijschaven en op die manier toch toeredeneren naar een redelijkere uitkomst. Het tweede escape, dat is dat de rechter soms de wet buiten toepassing mag laten. En die tweede escape, het buiten toepassing laten van de wet, die escape is in het belastingrecht verder uitgewerkt. In het leerstuk van Vrouws Legis. Dames en heren, de belastinginspecteur die stelde zich op hetzelfde standpunt als ongeveer 2/3 van deze zaal met redelijke Nederlanders, die zei, ik vind het helemaal niet gerechtvaardigd dat deze kerels op deze manier een belasting weten te ontduiken die alle anderen in vergelijkbare situaties wel hadden moeten betalen. En daarom, zei de inspecteur, doe ik een beroep op het leerstuk van Vrouws Legis. Er is sprake van Vrouws Legis. Ten eerste, als iemand een bepaalde constructie in elkaar zet, en meestal moet je dan denken aan een rare stichting of gekke BV's of leningen en terugleningen. Iemand zet een gekke constructie op papier in elkaar en het enkele motief van die constructie is het ontwijken van belasting. Het enkele motief van de constructie is het ontwijken van belasting. Eerste voorwaarde voor Vrouws Legis. Ten tweede, als het op deze manier ontwijken van belasting in strijd is met de bedoeling van de wetgever. Als aan die beide voorwaarden is voldaan, dames en heren, is er sprake van Vrouws Legis. En het gevolg daarvan is dat de belastinginspecteur en in zijn voetspoor ook de rechter dan een constructie waarmee belasting wordt ontweken buiten beschouwing mag laten. En dat de rechter dan de wet, op grond waarvan je na de letter dus geen belasting zou hoeven te betalen, dat de rechter die wet ook buiten toepassing mag laten. Nou, de belastinginspecteur zegt, mooi, Vrouws Legis, ik leg deze getrouwde en weer gescheiden vastgoedondernemers gewoon een naheffing op. Die mannen gaan daarover procederen. Ze komen op zeker moment bij het gerechtshof. Hoe beslist het Hof? Het gerechtshof zegt, de wetgever is gewezen tijdens het debat over de invoering van het geregistreerd partnerschap, is de wetgever gewezen op het feit dat het geregistreerd partnerschap misschien wel een manier zou kunnen gaan zijn voor mensen om op allerlei manieren belasting te ontduiken. De minister heeft toen, terwijl er gedebatteerd werd over de invoering van een geregistreerd partnerschap, gezegd, nou, huwelijken worden in Nederland ook nauwelijks gebruikt om belasting te ontduiken, dus ik heb geen reden om aan te nemen dat dat geregistreerd partnerschap een bron zal gaan zijn voor belastingontduiking. En de minister heeft daarom gezegd, wij gaan daar niets voor regelen, dat is geen probleem, ik vermoed dat het allemaal wel mee zal vallen. Het gerechtshof, dames en heren, leidt daaruit af. Het lijkt mij een dubieuze constatering. Het gerechtshof zegt dan, de wetgever is op deze mogelijkheid van ontduiking gewezen, heeft daar niets aan gedaan, en dus heeft de wetgever kennelijk aanvaard dat je op deze manier belasting kunt ontduiken. Het gerechtshof zegt dus, hier is helemaal geen sprake van Vrouws Legis. Heren, proficiat, u hoeft geen belasting te betalen.
De inspecteur pikt het niet en het gaat naar de Hoge Raad, ons hoogste rechtscollege. De Hoge Raad oordeelt opnieuw over deze zaak. En bij de Hoge Raad is iets aardigs gebeurd. Beide vastgoedondernemers zijn ter zitting verschenen. En terwijl de rechter wat vragen stelde aan beide heren, hoe zit dat nou eigenlijk met die liefde tussen u? En vertel er eens iets over. De rechter moet dat heel voorzichtig doen, dames en heren. Want als hij te tendentieus is, dan wordt hij gevraagd wegens partijdigheid. Maar goed, rechters zijn er handig in om een beetje te vissen en mensen wat te laten praten. En een van beide heren zei toen op zeker moment, ja, oké, we houden eigenlijk helemaal niet van elkaar. De enige reden voor dat geregistreerd partnerschap was dat wij belasting wilden ontduiken. En dan zegt de Hoge Raad, ja, het is in confesso, we praten graag Latijn in het recht, het is in confesso, het is toegegeven door partijen, dat de enige reden voor dat geregistreerd partnerschap was belasting ontduiken. En dat, zegt de Hoge Raad, kan toch niet de bedoeling zijn geweest van de wetgever. Daarmee is voldaan aan de beide voorwaarden van fraus legis en de Hoge Raad zegt dus, hier is misbruik gemaakt van een wettelijke regeling en die wet die deze mensen naar de letter vrijstelt van belastingbetaling, laten we dus gewoon buiten toepassing. Wie vindt het een rechtvaardige uitkomst, dames en heren? Oké, een deel van u betaalt niet graag belasting. Er valt ook wel wat tegenin te brengen. Met name mijn fiscale collega's die zijn helemaal niet enthousiast over dit type rechtspraak. Ik wil daar niet al te raljerend over doen, maar toch, fiscalisten, belastingadviseurs, die zijn eigenlijk de hele dag door bezig met constructies verzinnen om belasting te ontwijken. Die hebben een hekel aan fraus legis, want alles wat zij verzinnen kan door de Hoge Raad weer worden weggepoetst met fraus legis. Maar je kunt er ook wel wat serieuzere kritiek op uiten. Want wat de rechter hier doet, is eigenlijk zich de bevoegdheid aanmatigen over de vraag, heeft een huwelijk nou een reële betekenis? En het komt in de praktijk voor, zelfs vrij vaak, dat mensen die om wat voor reden dan ook hun hele leven een lange relatie hebben gehad, maar nooit zijn getrouwd, dat die op het sterfbed van een van beide partners met elkaar huwen, met de enkele bedoeling dat je op die manier goedkoper kunt erven. Is dat dan fraus legis? Ander voorbeeld. Een HIV-patiënt die wordt door een buddy begeleid naar het einde van zijn leven. Houdt niet van die persoon, maar is er wel zeer dankbaar. En op het sterfbed trouwen ze dan, zodat die buddy van hem kan erven. Is dat dan fraus legis? Waar ligt de grens? Het probleem. Het nadeel van deze rechtspraak is, dames en heren, dat de rechter moet beoordelen of een huwelijk of geregistreerd partnerschap een reële betekenis heeft of alleen maar diende voor belastingontduiking. En dat betekent dus eigenlijk dat de rechter zich het oordeel aanmatigt om te toetsen, is hier sprake van echte liefde? En dat heeft, zoals u begrijpt, ook wel enige nadelen. Wat kunt u er tot slot nog van leren, dames en heren, als u toch graag de belasting op deze manier probeert te ontduiken? Wees dan A, niet eerlijk, want eerlijk duurt niet het langst. Ga niet binnen een dag weer scheiden, maar blijf 5 maanden bij elkaar. Ga tussendoor een weekendje naar Parijs en zorg dat je aan al je vrienden en kennissen een kaartje stuurt. En misschien moet je in de gemeenschap van goederen ook niet alleen maar panden inbrengen die je toch wilde overdragen, maar zorg dat er ook wat prullen in die gemeenschap zitten, wat fotoalbums of een oude Suzuki. In ieder geval, wek de schijn, dames en heren, dat het een huwelijk was met een reële betekenis. En ja, helaas, dat is dan, vrees ik, de conclusie van dit college, wees niet te eerlijk. Dames en heren, tot nu toe hebben we allemaal voorbeelden gezien waarbij de overheid betrokken was. De overheid probeerde de wet wel of niet precies toe te passen en daar ontstond het probleem uit. De tweede vraag is, hoe zit dat nou eigenlijk tussen burgers onderling in het privaatrecht? Moet de wet wel of niet heel precies en strikt worden toegepast tussen burgers? Daarover gaat het volgende college.